Ben jij klaar voor high frequency, high end en high value life en business changing inzichten, tips en tools? Dan is dit de podcast voor jou. Van harte welkom, mijn naam is Lisette Lucas en ik ben high frequency business coach, mentor, succesmedium en intuïtief transformatie hypnotherapeut. Met behulp van de podcast help ik je door de drie fases van mijn transitiesysteem, zodat je krachtig kan transformeren en shiften van fase 1, het energetisch ontwaken, naar fase 2, het blokkades doorbreken en het ontdekken van je missie, naar fase 3, waar je krachtig je soulful boodschap kan uitdragen via je eigen high and soul aligned business. Dus, ben jij klaar om je leven en business te shiften naar de next level van impact, inkomen, vrijheid en energy joy? Dan zou ik zeggen, go for it en geweldig dat je erbij bent. Podcast 197, overbrug jouw gap. De transformatieve sprong naar high level empathisch leiderschap plus inzichten vanuit Dallas. Yes, van harte welkom bij deze allernieuwste podcast. De show notes van deze aflevering vind je op www.lisettelucas.com/197. En heb je hem nog niet gedownload? Download dan helemaal gratis mijn Lisette Lucas app, zowel voor iOS als Android. En daar vind je alle tips, tools, gratis downloads en uiteraard de Energy Joy Mastery Academy. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Stel je voor dat je de kloof overbrugt, oftewel de gap overbrugt, niet alleen in je business, maar in elk aspect van je leven. Hoe zou je je voelen? Nou, ik ben heel benieuwd, want deze unieke high-end en frequency reis waarin ik je in deze podcastserie meeneem, is speciaal ontworpen voor de empathische, ambitieuze, service-based ondernemer of ondernemer-to-be, die meer tijd, energie, overvloed, vrijheid en ultieme voldoening nastreeft. En goed om te weten, tijdens het lanceren van deze podcast zit ik in Dallas in Amerika samen met mijn oudste zoon Luca. Op dit moment is hij 22 en het is nu één dag voordat het vierdaagse UPW-event, oftewel Unleash the Power Within-event, start met 's werelds allergrootste succescoach en dat is Tony Robbins. En ik ga voor de vierde keer volledig in total immersion. En dat is zeg maar bijna non-stop doorgaan, 4 dagen lang in die fantastische high-level succes- en transformatie-vibe. En ja, in podcast 196 had ik je beloofd dat ik je meeneem. Dus voelt dat goed? Luister dan lekker door. Want we gaan inderdaad samen met behulp van simpele, maar superkrachtige en intelligente tools, de tools die jij nu al bezit, helder krijgen waar je nu staat en hoe je jouw gap, oftewel jouw kloof, kunt overbruggen van A, waar je nu bent, naar B, naar waar je wilt zijn. En in deze Unleash-serie afleveringen rondom Dallas, Tony Robbins en Unleash the Power Within gaan we krachtig in op hoe je met deze power-inzichten vanuit Dallas, de strategieën van Tony Robbins en mijn high-frequency blend uiteraard, deze transformatie kunt realiseren en creëren. Dus we gaan direct van start. En ik wil dan ook zeggen, als je dit luistert, neem even een moment voor jezelf. Misschien ben je aan het multitasken, aan het autorijden. Misschien kan je even zelfs, als je aan het autorijden bent, de auto aan de kant zetten. Want dit is heel belangrijk. Want heb je de gelegenheid, alsjeblieft schrijf de inzichten op. Want ja, dit is letterlijk goud waard. Onderschat alsjeblieft de kracht en vooral ook de energetische frequentie die ik meestuur door de ether, via de frequentie van mijn stem en mijn energie. Onderschat dat niet, want dit kan letterlijk alles voorgoed shiften. Oké, ben je er klaar voor? Oké, let's go, daar gaan we. Nou, adem eerst even rustig en diep in. En uit en voel even hoe je zit op de stoel, of bank, of ligt, of loopt, of waar je ook bent. Maar voel even bewust je voeten op de grond. Heel goed, adem nogmaals diep in. En uit, heel goed. En ik wil dat je zo binnen 3 seconden vanuit je innerlijk weten, je hogere zelf, je intuïtie, je ziel, dat je antwoord geeft. Ja? Dus het antwoord ontvang je binnen 3 seconden. Alles daar voorbij, ga je naar je denken. En wordt het in plaats van intuïtieve antwoorden, wordt het op angst gebaseerde antwoorden. Want dan kom je in de overlevingsmodus. Ja, heel, heel belangrijk. Dus ik stel je zo een vraag. En ik wil dus ook dat je het allereerste wat binnenkomt, binnen die 3 secondes, zonder na te denken. Dus denk niet na of van, oh, schrijf ik het wel goed op? Nee, vertrouw. Vertrouw op wat er binnenkomt. Schrijf het op. Zorg ook even dat je de podcast op pauze zet of de podcast video op pauze zet,
om die inzichten op te schrijven. Dit is heel belangrijk. En geloof me, hier liggen de golden nuggets. Ja, de gouden geschenken opgeslagen. Oké, ben je daar klaar voor? Focus op je ademhaling, op het hier en nu. Laat het denken even los. Laat alles los waar je mee bezig was. Even in het hier en nu. Dit is jouw moment waarin je goud gaat ontvangen van dat meest intelligente deel van jou, jouw sterrenstofpotentieel. Dat wat al in jou huist, het is er gewoon. Ja? Dus je hoeft het niet van ver te halen. Het is juist ermee leren verbinden. Oké, daar komt vraag nummer 1. Wat als jij de kloof kon overbruggen tussen waar je nu bent en waar je weet dat je zou kunnen zijn? Hoe ziet dat eruit in je leven en business? En vertrouw. Ga schrijven. Niet nadenken. Vertrouw. 3 secondes. Je weet het nu. Schrijf maar op wat je tot je krijgt. Ingevingen. Download. Schrijf. En druk desnoods even pauze. En wanneer je klaar bent met schrijven, dan kan je doorgaan. Ik zal hem nogmaals herhalen. Wat als jij de kloof kon overbruggen tussen waar je nu bent en waar je weet dat je zou kunnen zijn? Hoe ziet dat eruit in je leven en business? En schrijf maar door, druk op pauze en als je klaar bent, kan je weer play drukken. Hier komt de volgende vraag, heel goed. Onthoud binnen die 3 secondes, hè? Oké, hier komt die. Hoe zou het voelen om elke ochtend wakker te worden, wetende dat je volledig in alignment bent met je hoogste potentieel en je bedrijf op een niveau opereert dat eens slechts een droom was en nu dus realiteit? Hoe zou je je voelen? Om elke ochtend wakker te worden, weten dat je volledig in alignment bent met je hoogste potentieel en dat je bedrijf op een niveau opereert dat eens slechts een droom was en nu realiteit. Hoe zou je je voelen? Schrijf het op. Hoe voel je? Oké, vertrouw weer. Binnen die 3 secondes. Inzichten, ingevingen, download, schrijf door. Druk even op pauze en als je klaar bent, ga dan door. Heel goed, welkom terug en dan gaan we door naar de volgende vraag. Welke diepere transformatie is er nodig om te stappen in de versie van jezelf die niet alleen droomt, maar doet en leidt met kracht en vertrouwen? Welke diepere transformatie is er nodig om te stappen in de versie van jezelf die niet alleen maar droomt, maar krachtig doet en leidt met kracht en vertrouwen? Vertrouwen en schrijf op. Gaan we door naar de volgende vraag. Na al deze inzichten die je hebt gekregen en nu je weet hoe dat voelt. Je kan al in die persoon stappen. Het is er al, die energie is er al, die tijdlijn kan je zo instappen. Je voelt het, je bent het. Sterrenstofpotentieel, het is allemaal aanwezig. Hier komt de volgende vraag en luister naar dat eerste gevoel binnen die 3 secondes. Wat stopt je om actie te ondernemen? Wat stopt je om actie te ondernemen? Heel goed, ik ben heel benieuwd. Inzicht is kracht. Wat je niet begrijpt, kan je niet veranderen. En nu heb je al zoveel inzichten gekregen. Hier komt de volgende vraag. Hoe kan je jouw vindingrijkheid toepassen om dit rode stopsignaal om te zetten in een groen let's go signaal? Hoe kan je jouw vindingrijkheid toepassen om dit rode stopsignaal of hetgeen jou gestopt heeft tot nu toe om te zetten naar een krachtig groen let's go signaal. Oké, schrijf het op binnen die 3 secondes. Vertrouw op je innerlijk weten, de kracht van je sterrenstofpotentieel. Alle antwoorden en inzichten zijn in en om je aanwezig. Het is er al. Nou, schrijf even lekker alles op. Misschien komen er nog inzichten binnen druppelen als droplets of gold, gouden druppels van inzichten en wijsheid. Nou, dan zou ik zeggen, gefeliciteerd met al deze inzichten. Yes, want ik zeg altijd, het gaat er niet om hoe rijk je bent. Het gaat er om hoe vindingrijk je bent. En dat je vindingrijk bent, dat blijkt al. Anders zou je deze podcast niet eens luisteren. Dus, hè, win moment voor jezelf. We vieren de win momenten met de energie van Energy Joy. En goed om te weten, in mijn trajecten en high-end en frequency business coaching en succesmediumschap gebruik ik bewezen strategieën en technieken, waaronder die van Tony Robbins uiteraard, om jouw transformatie te katalyseren en die gap, oftewel die kloof, van A naar B eenvoudig te overbruggen. We duiken diep in jouw unieke sterrenstofpotentieel en zetten dat om naar, wat het allerbelangrijkste is, naar tastbare resultaten. Dus weet,
Die gap overbruggen is niet alleen mogelijk, maar zelfs absoluut onvermijdelijk wanneer je aan de slag gaat met een high-end en frequency business coach en een community die jouw oneindige potentieel energetisch kan zien, voelen en activeren op alle levels. Dus nu weet je jouw antwoord. Voel je die heck yes, dat let's go gevoel? Ik ga ervoor, dat diepe bruisende gevoel diep van binnen, ja? En ben je nu in staat om te zeggen, oké, ik stop voorgoed met het verspillen van tijd en ik stop met het bedenken van excuses, want je weet nu, denken langer dan 3 seconden is veelal op angst gebaseerd en op overleving gebaseerd. Het gaat om binnen 3 seconden leren voelen vanuit intuïtie en innerlijk weten. Dus mijn vraag nu aan jou, ben je klaar om die sprong te wagen, om jezelf te omringen met gelijkgestemden en begeleiding op het hoogste niveau te ervaren? Nou, gefeliciteerd zou ik zeggen, dan is dit jouw moment. DM me het woord The Gap, of gewoon GAP, Gap. En laten we samen die brug bouwen naar jouw buitengewone toekomst. De show notes en de DM-informatie vind je allemaal op www.lisettelucas.com/197. Nou, ik ga me klaarmaken om naar Tony te gaan. En ja, leuk om te weten. Dus terwijl ik hier in Amerika zit, draait alles geautomatiseerd door. Dus ik heb volledig de vrijheid om de wereld over te reizen. Ik ben nog steeds beschikbaar en bereikbaar voor al mijn cliënten en studenten. Dus dat is natuurlijk ook heel fijn en heel belangrijk. Maar dit is dus ook voor jou beschikbaar. En voelt dat goed? Spreekt het jou aan? Heb je zoiets van, oh my, ik wil de volgende keer ook naar Amerika of waar Tony ook is. Of ik wil met Lisette meereizen. Want dat vind ik ook onwijs gaaf als je gewoon met me meegaat de volgende keer. Nou, DM of e-mail me dan het woord The Gap als jij klaar bent voor mega doorbraken. Nou, nogmaals, alles staat in de show notes. En de link vind je ook onder deze podcast of podcast video. Nou, dankjewel voor het luisteren. En ik kijk er naar uit om te connecten, je te ontmoeten of weer te zien. Yes, heel graag. Tot snel. Bye bye. Dank je wel voor het luisteren. Mijn naam is Lisette Lucas en nogmaals dank voor je tijd en energie. Nu actie ondernemen in de energie van dit momentum is de stap naar ultieme Energy Joy Mastery. Dus wil je meer? Voel je die bubbly yes van binnen? Ben jij klaar om onder mijn persoonlijke begeleiding en expertise de fases van mijn transitie- en transformatiesysteem te doorlopen, zodat ook jij die energieslurpende middenmoot voorgoed achter je kan laten? Om krachtig op high frequency, high value en high end level vanuit die vrijheid en je soulful zelf te leven, ondernemen en bij te dragen aan de wereld? Omarm dan nu de energie van dit momentum en boek direct een Soul Connectie Call via de link in de show notes. Of stuur me gewoon een DM en ik kijk er enorm naar uit jou te mogen ontmoeten.